Mensen. Hallo mensen van Gamers B, welkom bij een nieuwe aflevering van Super Meat Boy. En we gaan beginnen met dit spelletje. Ja, zo heet het helemaal niet. En ik heb hem al een beetje geoefend, want jullie kennen mij. Ik kan niks als ik niet oefen. En je moet eigenlijk is het niet zo moeilijk. Ik sta nu hier en nu kan ik het. Ja, het is een wonder, maar... het is serieus waar. Het is niet zo moeilijk als je een beetje weet hoe die moet. Oh nee, wacht. Dat bedoel ik. Soms op een gegeven moment komt er van die witte wormpjes-achtig iets. Die je ook onderaan in beeld ziet. Hier ook. Ik weet niet of jullie mijn ding zien. Maar als dat gebeurt, dan... Oh shit. Kijk, die moet je dus ontwijken. Anders ga je dood. Yay. Nee, niet echt. Niet echt. Ik hou niet zo van doodgaan. Jij wel. Doe dan een... blauw duimpje omhoog of omlaag of niet of ja, doe geen van beide gewoon, dan heb ik geen duimpjes omlaag. Oh, ik schrok. Oh shit, die kwam echt direct achteraan, dat wist ik niet. Hallo, hey rustig, Mattie. En dan bedoel ik niet die ene, er is een FIFA YouTuber die heet Mattie. Vraag me niet waarom ik dit weet, maar ik haat namelijk FIFA. De meeste mensen van jullie zullen dat wel weten. Als je de FIFA-serie volgt. Maar ik speel helemaal geen FIFA. Nee, als je de Super Meat Boy-serie volgt. Want daar heb ik één aflevering. En die heet Voetbal Rage. Dus dat gaat over voetbal en rage. Nou, wat wil je nog meer? Het lijkt wel geweldig. Ik had hem... Offscreen had ik hem gehaald. Ja, en nu alweer. Dit is echt een hele korte aflevering. Nee, serieus. Ik meen, dit is echt een hele korte aflevering. Holy damn. We gaan dit filmpje even kijken. Oh, hij gaat rennen. Rennen dan. Lukt het hem? Vast niet. Vast niet. Ik denk niet. Jij wel? Ik heb geen idee. Oké, en zoals je ziet... Tada! Ik wist op een gegeven moment, dacht ik van oké, nu weet ik zeker dat ik hem kan halen. Nu doe ik hem gewoon even opnemen. En dat ging best wel goed. En dit is die end. Eigenlijk zou ik tot dinges doorspelen. Oh mijn god, deze heeft maar 5. Gaan we het doen? Eigenlijk niet, hè? Eigenlijk heb ik gezegd van niet. Dus, ik hou het hierbij. Dat is echt, sorry voor de korte aflevering. Ik denk van, ik ga een beetje trainen, maar ik wist niet dat het zo kort zou zijn. Dus ja, ik vind het gewoon ook zonde om dit als aflevering online te gooien. Ja, dat is een beetje lastig, want ik zit nu, hij duurt iets van 3 minuten nu, met allemaal gelul en zo. Ja, ik weet niet. Ik vind het zo zonde om een video van 3 minuten online te gooien. Kijk, als compilatie, oké, dan kan het nog wel. Maar dit is gewoon echt een video. Ik weet het niet. Weet je wat? Ik vraag het wel gewoon op Twitter. Jongens, nu, ja, kijk met me mee. En zo. En, jullie kunt het niet zien. Jammer, monitor capture misschien wel. Als ik nou game capture uitzet, ja. En dan, moet ik, wacht, finale van Super Meat Boy is 3 minuten, zal ik het gewoon online gooien? Of volgende wereld doen. En dan doen we zo een poll. En dan volgende. En online gooien. Of zal ik het gewoon afsluiten? Is denk ik een beter woord. Afsluiten. Ja, afsluiten. Of dus. Afsluiten. Nou, we zien wel wat hieruit komt. Ik hou jullie up to date. Dus als er iets is. Als hier iets uitkomt. Jullie zullen het zien. Ik zal even
foto of mijn live reactie. Ja, dus ja, dankjewel. En dan zie ik jullie de volgende keer misschien. Nee, ik zie jullie zo weer terug. Dus tot zo. Dat is erg raar. Oké, zoals je ziet staat het nu 50-50. Er was net één stem voor afsluiten. Dus toen dacht ik, nou, ik wacht nog eventjes. Had ik beter niet kunnen doen. Nu is het 50-50. Nu weet ik het alsnog niet. Ja. Ik heb er geen idee. Eigenlijk is het 3 keer scheepsrecht, hè. Dus, ik heb geen idee. Het is nog niet 3 keer gestemd. Ja, ik beslis zelf wel. Hierbij sluit ik gewoon de serie af. Want ik weet echt niet. Als ik de volgende ga doen. Kut. Oké, ik ga waarschijnlijk gewoon de volgende wereld doen. Yay! Oké, zoals jullie hebben gezien, gaan we gewoon de volgende wereld doen. Ja, dit had ik nooit meer verwacht. Dit had ik nooit meer verwacht dat we de volgende wereld zouden doen. Maar, jammer genoeg gaan we het doen. Ah, echt hoor. En nu ineens komen al. Wacht, mag ik hier? Dat mag niet. Tuurlijk niet. Dat zou het ook veel te makkelijk maken natuurlijk. Oh wauw, dat ging eigenlijk niet heel kut eigenlijk. Weet je, op zich. Ik bedoel, de laatste paar keren ging het sowieso best wel goed, hè. Dus misschien moet ik gewoon inderdaad gewoon deze serie voortzetten. En niet zo aanstellen. Ja, ik denk vooral dat laatste. Ik stel me gewoon veel te vaak aan. En dat moet ik niet doen. Dus, tip. Oké. Ah, shit, je hebt een sleutel nodig. 3 keer raden wat ik niet heb. Een sleutel. Nee, echt waar? Nee, daarom zeg ik het ook. Hier kom ik ook niet. Oh shit, dat waren van die stekels. Daar kun je niet langs. Oh mijn god, dat wist ik niet. Oh, dat vind ik flauw. Nou ja, zeg, dat is wel heel flauw. Oh wacht, misschien zijn. Is dit dan de sleutel? Hoe de fuck wil ik dat gaan doen? Yo man, nee, dat is toch fucking lastig. Man. Oké. Misschien wat ik ook kan doen. Nee, ik weet het echt niet. Tip, ik weet het niet. Volgens mij, hè. Ik doe een klein gokje, maar volgens mij weet ik het niet. Dus, ja, nee. Waarom gaat het zo fout? Echt altijd als ik Super Meat Boy speel, gaat het fout. Zelfs al denk je dat het goed gaat, kom je op een video van 3 minuten, stemt iedereen voor volgende wereld, behalve 1 iemand. Oftewel, 2 mensen. Zo kan ik het echt heel triest. Oh ja, wacht, dat is mijn kanaal ook. Helemaal vergeten. Helemaal vergeten, joh. Nou ja. Oké, dat is ook triest, dat geluid. Het geluid. Dat doet me denken aan aflevering 4. Dat is echt 1 jaar geleden of zo. Als het niet meer is. Nee! Wat doe ik? Serieus. Ja, weet je. Deze is lastig. Exit to map. We kunnen even kijken wat de anderen doen. Even kijken. We kunnen kijken. Oh nee, dat wou ik niet. Ik wou gewoon deze. Ik druk toch een verkeerde knop. Dat komt omdat ik een beetje. Ik heb. Laatst heb ik Pokémon Heart Gold. En dat werkt met de Nintendo controls. Ah, fuck. Ik deed echt heel raar met mijn hoofd. Zag je dat? Zag je hoe raar ik was? Wow, dit gaat best goed. Wacht heel even. Ik geloof nooit dat het zo goed zal blijven gaan. Nee. Ja. Oké, dit gaat oprecht goed. Dit gaat oprecht. What the fuck, Super Meat Boy? Nee! Ah, ik heb ook nog jeuk aan mijn neus ook. Kut leven. Of moet ik jeukvogel zeggen? Ik weet het allemaal niet meer. Echt taal lastig en zo. Echt. Als je deze grap niet begrijpt, ik ben een sukkel, denk ik. Je bent een sukkel. Nee, vind ik niet hoor. Ik hou altijd van je. Nee, grapje. Wat? Oh, waarom ben ik zo gemeen? Geen idee. Ja, vraag het aan iemand anders. En dan bedoel ik niet letterlijk iemand die van achternaam anders heet. Oh, dat was zo dichtbij.
Dat was zo dichtbij. Waar is dat van? Is dat niet dat Pokémon van. Oh ja, als je iemand hebt gevangen. Zo van. Waarom zit ik iets blij te neurien als ik er helemaal niet zo goed bezig ben eigenlijk? Ik heb geen idee. Oké. Wat gaan we nu doen? Ah, ik drukte op spatie. Oh, dit is echt zielig. Ik drukte zo heel heftig op spatie. En die kat keek ook echt zo van... Jongens, wat ga je me nou verstoren in mijn avond? Eigenlijk is het middag voor mij, maar... half zes vind ik wel middag. Dus, ja, nou... Oh shit, nu weten jullie hoe laat ik het heb opgenomen. Dat mag helemaal niet. Nee, dat was sarcasme. Al weet de hele wereld dat ik... Nou, nee, liever niet, want inbrekers en zo... Nou, wacht, wat? Wat doe ik ook moeilijk? Mij boeit het echt niet als... Of inbrekers... Kijk, als het nou... Als ik niet thuis was toen ik dit opnam... Maar heel toevallig neem ik dit thuis op. Wow. Serieus? Nee. Was een grapje. Nee. Het is wel serieus. Ik weet ook niet hoe ik ineens serieus ben geworden. Maar soms doe je dat. Ah, nee! Ik stond erop, zag je dat? Ik stond erop. En dan bedoel ik niet als in... je hebt ook soms zeggen mensen... Ik sta erop dat je dit aanneemt. En dan zit je zo van... Oh, oké, dan neem ik deze iPhone 7 met flatscreen TV wel aan. Ah, moet ik altijd weer hetzelfde. En dan, ja, nou, ik denk trouwens niet echt dat mensen zo zullen reageren. Behalve mensen die voor Apple zijn. Maar Android versus Apple is echt de kutste ruzie ooit. Dat staat echt helemaal nergens op. Weet je, als ik lekker Android wil hebben. En als mijn buurman lekker iPhone 7 wil. Fuck hem, dan mag hij lekker een iPhone 7. Mag ik lekker Android. Iedereen blij, toch? Toch? Of werkt het zo niet? Nee, zo werkt het niet. Mensen gaan Apple helemaal klein maken. Of Android ligt eraan in welk geval. Ik weet één ding zeker. Mij boeit het geen fuck. Echt, ben je voor Android? Oké, ik vind het oké. Ben je voor Apple? Dan vind ik je kut. Nee, grapje. Ik zeg net, het maakt me niks uit. Dus je had wel kunnen zien aankomen, zeg maar. Dat het, ja, dat het een grapje was. Maar... Ook niet, kan ook. Sommige mensen zien niet alles aankomen. Zoals blinden. Ik ben zo slecht in grappen maken. Waarom besta ik nog? Ik heb geen idee. Nee, ik heb serieus geen idee. Misschien omdat ik nog niet open ben gegaan. Wow, goede reden. Weet je wat? Fuck deze game. Ik maak hier gewoon lekker toch stiekem de finale van. Als ik er nou eentje had gehaald, oké, dan had ik nog wel. Maar nee, ik maak hier gewoon lekker de finale van. Ik ga gewoon nog de andere even heel eventjes uitproberen. Gewoon puur zo van, weet je, dan heb ik ze allemaal gespeeld. What the fuck? Ik deed helemaal niks. Dat sloeg echt nergens op. Dat sloeg wel ergens op. Maar niet echt. What the fuck? Ik snap deze wereld niet. 6.3 is echt raar. Ik weet niet waarom. Maar omdat ik het zeg. Nee, dat wou ik niet. Oké, deze gaat oprecht nog best goed. Ik denk, ik wil ze allemaal gewoon eventjes uitproberen, weet je wel. Gewoon puur voor de los. Met een set. Los is met een set, denk ik. Weet ik veel. Boeit me ook niet echt veel. Spelling. Wie boeit nou spelling? Nou, eigenlijk mensen die solliciteren. Nee, mensen die... weet ik veel wat. Ik denk sollicitanten. Nee, wacht, want dan zijn het... Nee, ik bedoel bedrijven die, zeg maar... Ja, houden van spelling, zeg maar. Als jij Nederlands leraar wil worden... Ik denk dan, als je dan zegt... werk met DT, dat ze dan niet echt blij worden. Maar het kan aan mij liggen. Oké, dit gaat op zich nog best goed. Oh, dat had ik niet moeten zeggen. Nu krijgen we echt een kut iets. Oh shit. Oh yeah, het gaat oprecht nog... What the fuck, ik was zo ver.
Ik snap deze wereld echt niet. Deze wereld is zo vaag en slecht. Net als ik. Oh, ik dis mezelf te vaak. Dan wordt het niet meer. Weet ik veel wat. Boeit me ook niet echt veel. Dat was dom. Dat was niet echt slim. En ja, dom is eigenlijk wel gelijk aan niet slim. Alhoewel, dat hoeft niet. Je kunt niet slim zijn, maar dan hoef je ook niet per se dom te zijn. Wow, wijze levenslessen met Sander. Oké. Ja. En nee, dit gaat. Dit ging helemaal niet van. Houd. Oké. Het gaat nog goed, weet je. Ik heb nu steeds echt dat gevoel van waarom voelt dit zo makkelijk aan, weet je wel? Want eigenlijk hoort het niet makkelijk te zijn, volgens mij. Oké. Nu snel. Oké, nice. Het gaat echt goed, vind ik. Oh! Oké, dat is wat lastiger. Dat is wat lastiger. Ik ga het gewoon allemaal 3 keer proberen vanaf nu. Zegt hij wanneer hij nog maar 2 werelden hoeft. Maar oké. Oké, weet je. Wereld 6 heeft 5. Voor de mensen die alleen luisteren. Ik denk niet echt dat mensen dat doen. Maar dan is het hele nut van de gameplay ook. Ja, dan had ik net zo goed de podcast kunnen houden. En random rage en zo. Dat is kortom wel waar de hele Super Meat Boy serie over ging. Ja. Als je rage zoekt, kom naar Super Meat Boy aflevering. Kijk mijn Super Meat Boy aflevering. Ik zei kom. Volgens mij kom met een K is in het Engels ook een scheldwoord. Want dan wou je op RuneScape, wou je dan zeggen, hey kom, en dan mocht dat niet. Zo van, wat? Maar ja, volgens mij was dat, het mocht in ieder geval niet. Dus waarom? Geen idee. Ik heb het woord niet uitgevonden. Ik snap wel, kom lijkt best wel op een ander woord. Ja, wat best wel lijkt op muk omgedraaid. Ik probeer dit heel subtiel te verwerken, maar het lukt niet echt zoals je merkt. Nee, maar dat is met een U, dus muk. En dan is die K ook nog, hè. Men moet eigenlijk een C zijn, dus ja. Nou, als je het nu al snapt, please ga dit niet opzoeken. Vooral niet als je onder de 18 bent. Zegt degene die onder de 18 is. Ik ben zelf namelijk 17. 17, dat zei. Oh, dat zei ik wel, heel, met een heel, ja, ik weet niet, gewoon, dat zei ik gewoon, nice, heel nice, ja, hoe moet ik dat anders verwoorden, wacht, kan ik niet gewoon, wacht, dit is veel makkelijker, waarschijnlijk gaat dit zo niet werken, want dit is veel, oké, nu snap ik het, ik zei ook echt, ik ga het nog 3 keer proberen, wat doe ik? Ik heb het volgens mij al meer dan 3 keer geprobeerd. Heel misschien. Ik weet het niet hoor. Nee, dit gaat fout. Nee, nog niet. Oké, het gaat nog wel goed. Kan ik hier niet zo. Oh, nee, dat kan niet. Waarschijnlijk is het echt zonde van mijn tijd. Ja, dat bedoel ik. Dit is echt zonde van mijn tijd. Dit is echt zonde van mijn tijd. Nou, doe ik dit gewoon sowieso niet echt om de game nog te halen. Want anders dan had ik wel echt mijn bed. Hoe wil je daarin komen door dat gaatje? Nou, giggity. Dat is heel. Dat kun je heel anders opvatten. Laten we het daarop houden. Gewoon anders. Oké, we gaan nog even die andere proberen. En dan is de video wel lang genoeg. Want 3 minuten vind ik niks. Sorry hoor. Maar als ik een video kijk van 3 minuten, dan denk ik. Wat? Oh, ik dacht dat zo'n. Zo'n button was. Button knop. Wow, ik weet het Nederlandse woord voor button niet eens. Hoezo faal? Ja. Oké. Waarom? Ja. Nee! Wat doe ik? Nou, niet slim. Wow. Komt hij nu pas mee? Dit wordt echt lastig. Weet je? Oké, weet je, als ik deze haal, dan zweer ik je. Dan ga ik deze wereld gewoon ook nog echt proberen uit te spelen. Maar ik denk het niet. Ja, oké. Waarschijnlijk speel ik dit toch nooit uit.
mij kennende. Ja, oh nee, ik wou zo doen, zo van, hé, hey, ja. Wel heel. Wow, ik moest ineens een boer laten, waarom? Oké, nou ja, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Oké, ik ben eigenlijk wel zat, weet je. Jongens, ik zie jullie gewoon de volgende keer bij een gloednieuwe serie op Gaming SP. En, ja, vond je dit leuke serie? Doe hem dan naar mijn ogen. Jullie weten het eigenlijk allemaal wel als jullie mijn video's afkijken. Tip, doe dat. Dan zie ik jullie de volgende keer. Laters.